Wiek Promotie, een stichting die diverse activiteiten in Wiek organiseerde in de hoop het stadsdeel te promoten, wordt opgeheven. Er wordt simpelweg nog te weinig geld opgehaald voor deze initiatieven. Door de jaren heen was Wiek Promotie verantwoordelijk voor de Route du Soleil, Wiek Vintage Fashion Market, Wiek Artistiek en Magisch Wiek. We zijn 7 jaar geleden begonnen met vol enthousiasme en met heel veel ondersteuning, ook financieel gezien, van een aantal grotere en kleinere partijen. En gaandeweg de rit hebben zich steeds meer partijen zijn afgehaakt. En nu zijn we zover dat we eigenlijk het budget niet meer rondkrijgen. En dus we hebben gezegd van als niemand zich meer meldt om een substantiële bijdrage te leveren, dan is het einde oefening, want we kunnen geen geld uitgeven dat we niet hebben. Zo simpel is het. Ja. Het gaat om 60.000 euro dat jullie minimaal op een jaar moeten ophalen. Wie zijn die partijen die dat geld doneren? Nou, in eerste instantie waren dat een vijftal grote partijen. Dat was Ruiters Vastgoed, Maas Vastgoed, Centrum Management Maastricht, Ondernemend Wiek en de gemeente Maastricht. En gaandeweg, de gemeente Maastricht heeft een nieuw subsidiebeleid, waardoor we niet meer gebruik kunnen maken van subsidies die zij ter beschikking stelden. En ook vastgoed heeft zich teruggetrokken. En daarnaast hadden we nog een aantal hotels en een aantal particuliere donateurs. En ook daarvan zie je dat die steeds minder bijdrage leveren aan het geheel. En wat betekent dat dan voor Wiek? Dat kan ik natuurlijk niet zeggen, want ik kan niet in de toekomst kijken. Maar we zien nu in ieder geval in Wiek dat de leegstand relatief laag is. Er wordt veel georganiseerd in Wiek, er is veel cohesie. En ik hoop dat dat wel overeind blijft, ook al als wij er niet meer zijn. En dat er misschien nog wat particuliere initiatieven ontstaan om in ieder geval ervoor te zorgen dat een aantal events door kunnen gaan, hetzij op kleinere schaal. Het geld dat de stichting nog over heeft, wordt nu overgemaakt aan Ondernemend Wiek, dat de laatste editie van Route du Soleil dit jaar zal organiseren.